De Stichting Polytechnisch College Suriname PTC heeft gisteren diploma's uitgereikt aan 60 geslaagden. 58 haalden hun bachelor en 2 personen mochten hun masterdiploma in ontvangst nemen. Ingrid Noordan, die de minister van Onderwijs vertegenwoordigde, adviseerde de geslaagden om gebruik te maken van de beschikbare beurzen. Maak wat dat mogelijk is, gebruik van de beurzen die er zijn. Er worden namelijk weer wat beurzen aan ons toegewezen, waar helaas niet gebruik van wordt gemaakt. Ik bemoedig jullie om dat te doen. Als jullie dat je verder wil gaan, ga even naar waar de mogelijkheden zijn. Welke beurzen er allemaal zijn binnen jouw vakgebied. Zodat je daarvan gebruik kan maken. Want die worden aan ons aangeboden en we moeten ze niet laten liggen of verloren laten gaan. We zijn trots op jullie. En de minister heeft gezegd, ik moet dat echt aan jullie zeggen. We zijn trots op jullie. En natuurlijk zijn we ook blij en dankbaar voor de bijdrage die de Polytechnic College Suriname middels deze opleidingen levert aan de Surinaamse samenleving. En uiteraard zullen we ervoor zorgen dat het niet verloren gaat. We zullen ervoor zorgen dat het blijft bestaan en dat het verder opgaat, hoger gaat, want we hebben kader nodig. We hebben kader nodig binnen de verschillende vakgebieden. Dus de Polytechnic College moet doorgaan. Ingrid Noordan, die namens het ministerie van Onderwijs de geslaagden toesprak, is bij de eerste diploma-uitreiking in 2019 van de Stichting Polytechnisch College. Het PTC is het enige instituut in Suriname dat hoger technische beroepsopleidingen aanbiedt en ISO gecertificeerd is.